De strijd gaat beginnen. Vandaag, 12 dappere deurvallen staan oog in oog met deze verraderlijke verdedigers. Het doel, de verovering van de zeer gewilde kroon van Spetterslot. Zijn de verdedigers in staat om het kasteel te beschermen tegen de aanvallers? Wie struikelt, wie stuntelt, wie sneuvelt, wie maakt de smak van de dag? Ja, het is gedaan met de rust, hè? Want zo dadelijk barst hier de race om het koningschap weer los. We hebben 12 kanshebbers op de troon en die moeten weer een helse hindernisbaan af. En slechts één van hen kan de kroon veroveren. Waar bleef je nou? Waar bleef je? Zijn we al begonnen? Ja. Oh, nou, ik wou maar even opfrissen. Ik denk, het wordt een hels karwei. Het wordt werken. Ja, ja, werken inderdaad, maar niet zozeer voor ons als voor die aanvallers. Hè? Want de aanvallers moeten zometeen die 3 rampzalige rondes doorstaan. In ronde 1 worden onze 12 aanvallers doordrenkt met het slijk van de slotgracht. De 6 die dit overleven moeten uit de kerker zien te ontsnappen van ronde 2. En in de 3e ronde moeten de 4 finalisten het kasteel bestormen om de felbegeerde kroon van het Spetterslot te bemachtigen. Kijk, Ron, als je dat overleeft, dan ben je pas echt toe aan een lekkere douche. Ik raak al oververhit. Als ik er naar kijk, moet je die eerste ronde zien. In ronde 1 trotseren de aanvallers de tollende tonnen. Voordat ze de heikele helling en de draaiknots ontmoeten. Vervolgens moeten ze over de onmogelijke afdaling. De barrebotte bijlen hakken ze tot stukjes voer voor de vissen in de slotgracht. Via de taaie touwbrug en de polstok komen ze bij de finish. Maar alleen de snelste 6 gaan verder. Dus dat wordt weer een lekkere show met heel veel valpartijen. Het is er prima weer voor. Het is lekker zonnig hier, dus... Ja, als een soort van donderslag bij die heldere hemel hebben we hier onze verdediger. Kijk nou, ze zijn ervoor gemaakt om de aanvallers dwars te zitten. Dit is Stinkor, de gevaarlijk geniale wapenmeester. Dan is er de brute barbaar... Scrap! En Nitrous, met haar levensbedreigende kus. Je kan wel rennen, maar je kan niet... Vluchten! Ja. De verdedigers staan op hun plek en we kunnen van start. Te beginnen met Lissy. Ik ben watervast! Woehoe! Ja, dat zou ze wel willen, ja. Lissy stuit het over de tonnen. Zo de slotgracht in. Kijk eens even hoe ze kopje ondergaat. Maar ze lacht nog steeds. Ze ziet er weer fris uit. Hé, hey Lissy, jij bent dus waterproof? Nee! Ik ben aanvalsproof! Helemaal niet! Oh, je denkt van niet? Wacht maar, hou je van slijm? Oh, en weer een voltreffer van Scab. Ze moet nu echt maken dat ze wegkomt. Ja, en dat doet ze dan ook. Met een flinke smak. Lizzie, is het koud? Ja. Mooi! Wow, weer zo'n prachtig schot van Scab. Dat is al de 3e op een rij. We gaan ze eens even bijhouden. Hallo, Lizzie. Hallo. Nu maak je kennis met Nitrous. Wie? Mijn naam is Nitrous. Wat een stomme naam. Water aan! Wow, ja, je moet ook niet beledigen. Ze pakt Lizzy meteen terug met een ijskoude douchestraal. Maar ik krijg het idee dat deze meid in ieder geval geen watervrees heeft. Hoe gaat ze dit doen? Redt ze de overkant? Nee. Nee, ze doet het erom. We hebben naar beneden. Lizzy heeft het gehaald in 3 minuten 33. Lekker, en de beurt is nu aan Brad. Ik regel het wel. Bedoelt hij daarmee zijn bloedneus? Een bloedneus? Spoel eens terug. Hoe komt hij eraan? Oh, hij kreeg hier al de volle laag op de helling. En die Scab is echt goed op dreef vandaag. Volgens sommigen ging het hier mis, maar hierdoor kon hij alleen niet meer ruiken. Je gezicht, net als ik. Misschien kunnen we vrienden worden. Nee. Nee? Oh, ik mag jou ook niet. Volgens anderen ging het hier mis, maar hierdoor kon hij alleen tijdelijk niks meer zien. Uiteindelijk bleken het de waterschildpadden te zijn. Ja, die hebben in zijn neus gebeten. Maar het gaat oké met Brad en hij is veilig aan douchen. Dit kasteel wordt van mij! Op de helling komen we Batman-fan Jonathan tegen. Ben je bang? Nee hoor! Nou, ik zou wel bang zijn. Twee keer! Ik kijk niet, dat wordt nog een litteken, toch? Ja, wordt voor zijn hele familie. Maar hey, zo te zien is Jonathan alweer helemaal hersteld. Of niet? Maar Spatman is weer terug voor een nieuw pak slaag. Die was mooi. Ik hoop dat hij een dikke huid heeft. Scab laat iedereen even zien hoe het moet. Kijk, is weer een voltreffer. Na 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 na
Deze snelle stapjes op de drijfmat zijn van aanvaller Lori. We gaan door van Spatman naar Catwoman. Deze Catwoman wint zelfs als het regent. Ah! Haar katachtige reflexen kan ze vandaag wel gebruiken. Voor de afdaling. Oeh. Miauw, straks breekt ze nog een nagel. En pas op voor die bel daar. En hier komt Tinker met een nieuwe stinker. Oh, dat klinkt helemaal niet best. Het ziet er ook niet best uit, maar Scab heeft zijn score weer verbeterd. Niet zo makkelijk als het lijkt, kan hè? Katten haten water. En kanonnen. Hé, dat is net een gigantische krabpaal. Nou, hopelijk heeft deze kat 9 levens. Ze komt gelukkig keurig op haar pootjes terecht en klautert naar de volgende ronde. Ook Spatman is gefinished. Ik denk dat het me wel lukt. Nu is het tijd voor Jamie. Jamie zegt dat hij komieken van over de hele wereld vertegenwoordigt. Oh, nou, kijk, hij is geen echte stand-up komiek. Nou, de tonnen tollen van het lachen. Hier komt het tweede onderdeel. Ik ben Scab. Ben je bang? Dit is lastig, publiek. Hé, hey, wat is blauw en groen en zit vol met spetters? Jamie? Ja, inderdaad. Ja. Maar ondanks deze hilariteit gaat Jamie niet verder. Hij heeft zelf ook weinig te lachen nu. Ja, ik ben klaar. Zijn jullie ook klaar? We zijn allemaal klaar voor Clayton. Clayton is goed in stemmetjes, gekke geluiden, imitaties. Hij doet nu iemand die uitglijdt na. En hier imiteert hij een lading spetters. Heel knap, maar ze lijken wel erg veel op elkaar. Clayton denkt dat hij snel is. Clayton! Ben je echt zo snel, kereltje? Ja! Laat eens zien hoe goed je bent, Scab. Clayton is net een wandelende schietschijf erboven. Hij wordt beschoten en gespietst. Een dodelijke combinatie. Daar is de stekel. En daar is het schot. En daar het modderbad. Ben je klaar? Ik ben klaar. Nou, ik ook. Hier, pak aan. Je moet Clayton wel waarderen vanwege zijn moed om daar door te gaan. Terwijl zijn handen niet veel meehelpen. Oh, en Scab geeft hem nog even een souvenirtje mee. En zet zijn score daarmee op 13. Het is niet zo makkelijk als het lijkt, hè? Zijn zwakke plek. Maar hij redt het wel tenminste. Ja, kan hij nog naar boven klimmen? Ga door. Moeizaam nou, bijzonder. En onhandig. Bijzonder. Dat wel, ja. Maar goed, Clayton doet het wel met een onovertroffen 2 minuten 12 op de klok. Nou, de eerste 6 aanvallers kunnen zich afdrogen. Wat kan die Scab schieten, hè? Ja, ik ben eigenlijk een beetje op Scab vandaag. Wie heeft de snelste tijd neergezet en wie was de langzaamste? We gaan kijken. Clayton en Lori staan bovenaan en Jonathan was het langzaamst. Hé, hey, ik bedenk me nu net. We hebben niet gewet. Klopt. Nee. En ik wed dat het vandaag een koning gaat worden. Oh, echt? Wat verrassend. Nou, ik denk een koningin. Ja, echt? Een koningin hijst vandaag de vlag. Aha. En waar wedden we dan om? Oké, laten we doen dat de verliezer de aanvallers even in het watten moet leggen vandaag. In de? Ja, in de watten. Dus echt even verzorgen, want die hebben zo hun best gedaan. En dat ze dan eventjes een beetje de luxe om zich heen krijgen, weet je wel. Dus kijk. Wat is dit? Nou, leuk. Handdoekjes, lekker drankjes, snoepjes, boekjes. Even allemaal fijne spulletjes, dat ze een beetje kunnen bijkomen. Jij bent dus straks even de hofdame van de aanvallers. Nou, ik zag het meer voor me dat jij de butler bent van de aanvallers. Nou, we zullen zien. We gaan terug naar de gracht. De volgende aanvallers moeten dus sneller zijn dan 6 minuten en 35 seconden. Alleen dan gaan ze door naar ronde 2. Ik ben op tv! Dat ben je inderdaad. Dus doe maar niks geks. Hé, hey, Aaron! Aaron! Oh, ik denk dat alle aandacht op me even te veel werd. Vind je het gek dan? Dat is Scab. Wow. Oeh. Hey, ben jij eigenlijk nog fan van de Aaron-show? Nee, daar kijk ik niet meer naar. Hoezo? Nou, hij werd me iets te gehyped. Pak hem, Nightdress! Stop hem! Vorige keer bij de Aaron-show. Aaron werd verscheurd. Letterlijk. Dat heeft mijn tante ook gehad. Was dat niet je oom? Nee, nu niet meer. En hier komt Aaron met zijn grote overwinningssprong. Een soort van... Ach, ja, hij probeert het wel. Kom op, hè. Ga je gang. Nou, het was het wachten wel waard. En met 4:23 gaat de Aaron-show door voor seizoen 2. Ik ben slim en snel! Hier komt Rachel. Oh ja, waar dan? Ja, daar is ze. Ik zie niets. Ja, met dat roze vest. Waar? En een roze helm. Oh! Ben je bang? Nee, echt. Oh nee, wacht! Oh, op de knie. Oh. En Scab gaat door waar hij gebleven was. Kijk die teller eens, hij gaat richting de 200. En zo doen we dat hier. Maar wat Rachel betreft... Het schiet niet echt lekker op. En tot ziens. Bel de politie maar alvast, want ik ga zo meteen een kroon stelen. Hey Laura, is dat Frans?
Ja, ik spreek Frans. Wat is blauwe plek in het Frans? Le plek, le bleu. Laat je omver met mijn wapen. Le draaknut, ze gooit la run omver en hij krijgt een voltreffer. Oh, het begint een ware veldslag te worden. Ik noem het liever een grachtenslag. Oh, die was raak, zeg. Oh! Kom, snel, snel, snel! Scab! Hij gaat er vandoor! Nou, als dat er vandoor gaan is, dan kan hij maar beter blijven. Oh, Laurent, pas op voor die pijl! Pas op! We moeten ze weer eens even bijslijpen. Hij denkt dat hij de beste is, Nitrous. Kom maar! En dan nu, de grand finale. Haalt hij de sprong of wordt het de gracht? En hij heeft het gehaald in die mooie tijd van 3.31. Oeh, ja. Kijk eens. Waarom heeft hij dat danstalent niet eerder gebruikt? Ik ga voor snelheid. En we zien Sophie op de helling. Ik hoop dat je bang bent, want ik ben Scab. Oh, ik ben niet bang voor jou. Oh, ik ben niet bang voor jou. Oh, dat was weer een voltreffer, zeg. Ja, Scab heeft echt wat mooie succesjes gehad vandaag. Die spetterkroon wordt van mij! En dan nu Caroline. Hey, aanvalletje. Yeah. Ach, die Scab heeft zijn doelwit alweer gevonden. Caroline heeft de draaiknot snel gepasseerd. Oh, Scab raakt haar been. Zo was ik ook als jong meisje. En de andere been. Kom maar op, meisje. Caroline gaat soepel over de touwbrug. Vier! Scab de sniper. Oh, Scab heeft het wel echt voorzien op haar benen. Nitrous is nog niet klaar met haar, maar haalt Caroline de overkant. Ja, ze finisht binnen de ongelofelijke tijd van 1 minuut 45. Heel goed. Spetterslot, ik verover dit hele kasteel. En dan onze laatste aanvaller. Dat is een waar kunstschaatstalent. Helaas voor haar is onze slotgracht niet bevroren. Oh. Kiana, denk jij dat je beter bent dan Nitrous? Zeker wel. Goed geantwoord. Oh, en Scab weet haar ook weer te raken waarmee zijn score helemaal door het dak gaat. Over daken gesproken, ze zit behoorlijk hoog op die bijlen. Maar blijft dat ook zo? Oh, dit is een flinke smakker. Nou, zeg dat wel, ze hebben ongelooflijk. Volgens mij dacht ze dat het een taart was en wilde ze even een hapje proeven. Ik geef haar een 10 voor deze landing. Spet. Ja, maar een 10 is niet genoeg voor de volgende ronde. De eerste ronde zit erop en dat betekent dus voor 6 aanvallers douchen en naar huis. Maar welke 6 gaan er door naar ronde 2? Oh, met overzicht. Kijk, daar is hij al. Oh, hij ruikt echt heel lekker. Oh ja, is dat zo? Nee, hij ruikt lekker, maar goed. Degene die wij terug gaan zien in de volgende ronde zijn... Caroline. Oh. Lori. Oei. Aaron. Clayton. Oh. Lizzie. Want. En Laurent. Oh ja. In ronde 2 een flinke dosis actie. De deelnemers zetten alles op alles om de felbegeerde kroon te bemachtigen. Om koningin van Spetterslot te worden... Of koning. Hallo. Of koning. Ja. Moet je natuurlijk wel het een en ander doorstaan. Precies. Nou, zo gooien ze eerst in de kerker. En daar moeten ze dan zelf weer uitzien te komen. Ronde 2 begint op het rad. De aanvallers moeten proberen de goede treden te grijpen om hun ladders te bouwen, zodat ze een vlag van de treiterballen kunnen pakken waarmee ze bovenop de muur moeten komen. Ja, dat wordt nog een flinke klus voor onze aanvallers. Er zijn er nog 6 over, maar 4 van hen kunnen maar door naar de finale. De verdedigers gaan schoon schip maken. Een enorme megadosis schuim en spetterstof gooien ze in de strijd. De vogelman met de vele veren. De naam is Cook. Belle en het beest in 1, onze Kildar. En de niet te volgen ninja. Shaden. Met ons valt niet te spotten. Wij kennen geen angst. De aanvallers liggen inmiddels op het rad. Dit is Lori in het oranje, Lizzie in zalmkleur, Clayton donkerblauw, Laurent lichtblauw, Aaron in het rood en Caroline draagt roze. En daar komt de 9. Je hebt een beetje schuim daar. Ja, tijd voor wat ontbijt, mensen. Aaron krijgt een lekker schuimend gezichtmasker. En daar gaan ze. Caroline en Clayton hebben meteen een trede te pakken. En Lori heeft haar eerste klap te pakken. Glibberen en glijden maar. Oh! Kilde trakteert Clayton op een slijmgranaat. Lori heeft haar eerste trede te pakken en plaatst hem in de ladder. Oh, Aaron wordt hier geraakt. Ja hoor, daar is de knal. De glijpartij en het gespetter. Het is nog een behoorlijk schuimfeest geworden daar. En Lizzie probeert een treiterbalk te koppen. Maar ze kan hem niet stoppen.
ik wil bij deze graag mijn excuses aanbieden voor hoe ik er vandaag uitzie. Ik ben namelijk een heel stuk knapper als het niet regent. Is het al glad daar? Ja, al dat schuim, dat is nou wel leuk geweest. Nu is het tijd voor een koude douche. En zeker voor Caroline. Mogen we het nog een keertje zien? Ja? Oh, en nog een keertje. Oh, heerlijk. Ze neemt nog even een lekker ontspannend schuimbad. Laura, Clayton en Lori staan er niet slecht voor. Hé, hey, schatje. En Lori mag genieten van een lekkere slijmstraal in haar gezicht. En hoe smaakt het? Vind je het lekker? Aaron heeft de eerste vlag te pakken en hij is op weg naar de ladder. Koek heeft zijn antwoord klaar, hoor. Wat zie jij? Een slijmdouche. Oh, nee, nee, nee. Maar dat maakt Aaron niet uit, want hij heeft het gehaald. Hij is door naar de volgende ronde met zijn mooie vlag. Yeah, yeah! Hey, gozer! Clayton krijgt nog even een flink portie slijm. Maar het is duidelijk dat hij daar geen trek in heeft. Dat spul schijnt naar kip te smaken. Echt waar? Eww, het schijnt ook een beetje vreemd te ruiken. Nee, nee, dit wil je echt niet proeven. Ah! Lori is ook geen liefhebber. En ze laat haar laatste tree vallen. Kan ze hem nog terugvinden in al dat schuim? En zie je dit hier? Lucy is al bijna boven. En heb je dat gezien? Laurent heeft de tweede vlag gepakt. Hij heeft zijn ladder opgebouwd. Huppelt vrolijk het hoekje in. Klim naar boven en dansen maar. We gaan dit winnen. Hey, Gildar, hoe vind je me? We zijn de beste. Niet dansen. Verdedigen. Serieus. Er zijn nog twee vlaggen in het spel. En het slijm zou wel bijna op zijn. Nou, Lizzie hoopt van wel, ja, maar dat is dan jammer. Bah, heel wat vies. Nou, niks mis mee. Hey, Gildar, je mascara loopt uit. En Gilda reageert al zijn frustratie af op Caroline. Ze valt? Oeh, ja, ze valt, maar ze klimt door en bereikt de top. Waar ze meteen wordt getrakteerd op een vers slijmontbijt. Kip bij het ontbijt? Er is nog maar één vlag over. En voor wie is die? Ho, ho, hij is voor Lizzie. Zij krijgt nog even een waterstraal te verduren. En nu, ja, ze is echt helemaal de weg kwijt. Waar moet je heen, schat? Waar moet je heen? Maar ze heeft nu alles weer op een rijtje. Net als het trainen van haar ladder. En ze klimt zo de derde ronde binnen. Jaha, en daar staat ze. Lizzie gaat naar de finale. En Clayton en Lori blijven achter in de schuimbak. Weg gehad, niks aan te doen. Ja, niks aan te doen. Het was weer een vreselijke bende, maar we hebben weer vier finalisten. Yes. En dat gelukkige viertal bestaat uit Aaron, Laurent, Caroline en Lizzie. In ronde drie hebben zij één belangrijke missie. Zij mogen zo het kasteel bestormen, maar wie verovert straks de kroon? In de vorige rondes waren er steeds drie verdedigers. Maar nu komen ze allemaal samen in de finale. Wij krijgen dus niet alleen Cook, Shaden en Nitrous, maar ook Scab, Tinker en Gildar. Een gezellig groepje hoor bij elkaar. Terwijl de verdedigers een positie innemen, zien we Laurent met een blauwe helm. Caroline in een roze, Lizzie oranje en Aaron rood. En hier draait het allemaal om, de kroon van Spetterslot. We stoppen ze gewoon! We zijn de kroon! Wauw, die kreten beginnen eindelijk ergens op te lijken. Ach ja, we hebben geoefend. Echt waar? Kan ik jullie boeken? Natuurlijk wel, ja. En daar gaan we. De aanvallers springen in het glibberige schuim. Ik ben Koek en ik verdedig het Spetterslot. Nee. En hier is Tinker. Ach, wat lief dat hij wat slijm komt langsbrengen. Maar Caroline geeft hem vast geen fooi. Aaron gaat aan kop op de wankelkanonnen. En Lizzie vindt het dan wat vermoeiend en neemt een bad. Vanwege dat schuim. Ze had het nodig. Ja, ja. Nou, kijk eens, Aaron gaat lekker hier. Ja, maar hij besluit toch even te stoppen. Om wat? Van de natuur te genieten? De verdedigers die voeren hier de druk op. Oh. Aaron, ja, die kunnen we zo meteen wel afvoeren. Oh, pas toch op. De barrière kan glad zijn als het regent. Ja, hij moet terug. Terug naar de wankelkanonnen. Laurent neemt even de tijd. En Caroline maakt nog een ritje op het kanon. Oh, rustig maar, paardje. Hé daar, hoe gaat het? Boeit me niet! Maar Caroline boeit het wel, want ze hoopt dat Scab eens wat liever voor haar is. Ah! Maar het gebeurt toch niet. Lizzie gooit duidelijk al haar kracht in de strijd, maar de zwaartekracht is nog altijd sterker. Zonde. Laurent hier, die gaat... Oh. Richting een totale afgang, ja. Nou ja, probeer het nog even te knuffelen. Heel mooi.
serieus hoor, wat je met je masker gedaan hebt. Aaron denkt volgens mij dat hij die bal terug moet brengen. Kom maar jongen, kom maar, goed zo, dat is een brave hond. Kom maar. Oh, die roze knijpt er tussenuit. Ja, kijk eens, Carolien staat al op de boeien. Maar niet zonder slag of stoot. En Lizzie? Die stoot zichzelf wel. Oh, wacht. Ze houdt zich nog vast. Ze heeft nog energie over. Kan ze? Ze zal niet. Nee. Wauw, maar kijk daar op de achtergrond. Laurent maakt er nog even een snelle dubbele spetter van. Dat kost hem heel veel kracht, maar hij moet verder. Net als alle andere aanvallers, want er is nog niemand die de kroon heeft bereikt. Caroline springt. Ah. En valt. Ja. En krijgt de volle laag. De spanning wordt opgevoerd door Aaron. Ik bedoel de ballenjongen. En Lizzie dan? Ach ja, die vindt het eigenlijk wel gezellig bij dat wankelkanon. Ha! Wat dachten jullie van een beetje mist? Maar zullen we een winnaar hebben als de rook optrekt? Ja, ik zie nog niks. Dus Aaron ik... ook niet. Nee. Die roze, ze gaat te snel. Doe dat toch eens eens. En de ballenjongen maakt een sprong. Laurent is onderweg. Caroline klimt stug door. Nee! Aaron zit vlak achter haar. Come on, Aaron. Kom maar, jongen. Pak haar benen. En Caroline klimt verder. Ze heeft het gehaald. Ja. We hebben weer een koningin op het spettersprong. Zonde. Zonde. Zullen we trouwens Lizzie vertellen dat het over is? Oh. Goh, wat vatten die verdedigers het sportief op? Ja, die vinden het misschien ook jammer dat een meisje gewonnen heeft. Je weet het niet. Het zit er gewoon weer op. Wat een spectaculaire finale was dit weer. Ongelooflijk. Ik kan er geen genoeg van krijgen. En gelukkig hebben we nog de smak van de dag. Maar eerst nog even wat andere mooie valpartijen. En de smak van de dag is voor Kien. Ik doe de knal. Bam, smaken de smaak. Ik doe de knal. Bam, smaken die smaak. Doe de smaak. Smaak, smaken die smaak. Smaken de knal. Bam, smaken die smaak. Zo, Ron. Zijn we klaar? Dan ga ik naar huis. Nee, we zijn nog niet klaar, want we hadden een weddenschap. En ja, wij je weddenschap? Hebt het gezien, hè? Het is een koningin geworden. Nou, het is... Ja. Heel veel plezier, je mag ze gaan vertroetelen. Die aanvallers hebben het zo zwaar gehad. Succes. Oh. Dan kijken we nu naar de zegentocht van Caroline. Ze trotseerde de gracht, de gevangenis en het wankelkanon. Niets hield daartegen. Zij bereikte als eerste de kroon. Nou, dan ga ik zo meteen maar eens de nieuwe koningin begroeten. Dus graag tot de volgende keer bij Spetterschot. Ik kan ze niet vinden verder. Nee, het wat is met een schuim en een zootje daar. Dus wat ongelooflijk. Is dit? Ik kan ze niet vinden ook. Wat is het allemaal? Ja, het zit op je neus zelf. Nee, maar eens kijken. Ze staan gewoon bij die vlag, de vlag. Ja, die wordt zo gehesen. Oh, daar. Nou, tot ziens. En Rob, ga jij lekker douchen anders. Ja. Ik ben een spetterkoningin! De helling en de draaiknots ontmoeten. Vervolgens moeten ze over de onmogelijke afdaling. De barrebotte bijlen hakken ze tot stukjes voer voor de vissen in de slotgracht. Via de taaie touwbrug en de polstok komen ze bij de finish. Maar alleen de snelste zes gaan verder. Dus dat wordt weer een lekkere show met heel veel valpartijen. Het is er prima weer voor. Het is lekker zonnig hier. Dus, Ja, als een soort van donderslag bij die heldere hemel hebben we hier onze verdediger. Kijk nou, ze zijn ervoor gemaakt om de aanvallers dwars te zitten. Dit is Tinkor, de gevaarlijk geniale wapenmeester. Dan is er de brute barbaar. Scrap! En Nitrous, met haar levensbedreigende kus. Je kan wel redden, maar je kan niet... vluchten! Ja. De verdedigers staan op hun plek en we kunnen van start. Te beginnen met Lizzie. Ik ben watervast! Ja, dat zou ze wel willen, ja. Lizzie stuit het over de tonnen. Zo de slotgracht in. Kijk eens even hoe ze kopje ondergaat. Maar ze lacht nog steeds. Ze ziet er weer fris uit. Hey Lizzie, jij bent dus waterproof? Nee! Ik ben aanvalsproof. Helemaal niet. Oh, je denkt van niet? Wacht maar, hou je van slijm? Oh, en weer een voltreffer van Scab. Ze moet nu echt maken dat ze wegkomt. Ja, en dat doet ze dan ook. Met een flinke smak. De strijd gaat beginnen. Vandaag, 12 dappere deurvallen staan oog in oog met deze verraderlijke verdedigers. Het doel, de verovering van de zeer gewilde kroon van Spetterschot. Zijn de verdedigers in staat om het kasteel te beschermen tegen de aanvallers? Wie struikelt, wie stuntelt, wie sneuvelt, wie maakt de smak van de dag? Ja, het is gedaan met de rust, hè? Want zo dadelijk barst hier de race om het koningschap weer los. We hebben 12 kanshebbers op de troon en die moeten weer een helse hindernisbaan af. En slechts één van hen kan de kroon veroveren.
Waar bleef je nou? Waar bleef je? Zijn we al begonnen? Ja. Oh, nou, ik wou me even opfrissen. Ik denk, het wordt een hels karwei. Het wordt werken. Ja, ja, werken inderdaad, maar niet zozeer voor ons als voor die aanvallers, hè. Want de aanvallers moeten zometeen die drie rampzalige rondes doorstaan. In ronde 1 worden onze 12 aanvallers doordrenkt met het slijk van de slotgracht. De 6 die dit overleven moeten uit de kerker zien te ontsnappen van ronde 2. En in de 3e ronde moeten de 4 finalisten het kasteel bestormen om de felbegeerde kroon van het spetterslot te bemachtigen. Kijk, Ron, als je dat overleeft, dan ben je pas echt toe aan een lekkere douche. Ik raak al oververhit. Als ik er naar kijk, moet je die eerste ronde zien. In ronde 1 trotseren de aanvallers de tollende tonnen. Voordat ze de heikel worden. Oh, nou, kijk, hij is geen echte stand-up komiek. Nou, de tonnen tollen van het lachen. Hier komt het tweede onderdeel. Ik ben Scab. Ben je bang? Dit is lastig, publiek. Hé, hey, wat is blauw en groen en zit vol met spetters? Jamie? Ja, inderdaad. Ja. Maar ondanks deze hilariteit gaat Jamie niet verder. Hij heeft zelf ook weinig te lachen nu. Ja, ik ben klaar. Zijn jullie ook klaar? We zijn allemaal klaar voor Clayton. Clayton is goed in stemmetjes, gekke geluiden, imitaties. Hij doet nu iemand die uitglijdt na. En hier imiteert hij een lading spetters. Heel knap, maar ze lijken wel erg veel op elkaar. Clayton denkt dat hij snel is. Clayton! Ben je echt zo snel, kereltje? Ja! Laat eens zien hoe goed je bent, Scab. Clayton is net een wandelende schietschijf erboven. Hij wordt beschoten en gespietst. Een dodelijke combinatie. Daar is de stekel. En daar is het schot. En daar het modderbad. Ben je klaar? Ik ben klaar. Nou, ik ook. Hier, pak aan. Je moet Clayton wel waarderen vanwege zijn moed om daar door te gaan. Terwijl zijn handen niet veel meehelpen. Oh, en Scab geeft hem nog even een souvenirtje mee. En zet zijn score daarmee op 13. Het is niet zo makkelijk als het lijkt, hè? Zijn zwakke plek. Maar hij redt het wel tenminste. Ja, kan hij nog naar boven klimmen? Ga door. Moei Jonathan tegen. Ben je bang? Nee hoor. Nou, ik zou wel bang zijn. Oh! Oh, twee keer! Kijk niet, dat wordt nog een litteken, toch? Ja, wordt voor zijn hele familie. Maar hey, zo te zien is Jonathan alweer helemaal hersteld. Of niet. Maar Spetman is weer terug voor een nieuw pak slaag. Die was mooi. Ik hoop dat hij een dikke huid heeft. Scab, laat iedereen even zien hoe het moet. Kijk, is weer een voltreffer. Na 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 Spetman! Spetman! Deze snelle stapjes op de draaiknop zijn van aanvaller Lori. We gaan door van Spetman naar Catwoman. Deze Catwoman wint zelfs als het regent. Ah! Haar katachtige reflexen kan ze vandaag wel gebruiken. Voor de afdaling. Oeh. Miauw, straks breekt ze nog een nagel. En pas op voor die bel daar. En hier komt Tinker met een nieuwe stinker. Oh, dat klinkt helemaal niet best. Het ziet er ook niet best uit, maar Scab heeft zijn score weer verbeterd. Niet zo makkelijk als het licht kan, hè? Katten haten water. En kanonnen. Hé, dat is net een gigantische krabpaal. Au, nou, hopelijk heeft deze kat 9 levens. Ze komt gelukkig keurig op haar pootjes terecht en klautert naar de volgende ronde. Ook Spetman is gefinished. Ik denk dat het me wel lukt. Nu is het tijd voor Jamie. Jamie zegt dat hij komieken van over de hele wereld vertegenwoordigt. Lizzie, is het koud? Ja. Mooi! Wow, weer zo'n prachtig schot van Scab. Dat is al de 3e op een rij. We gaan ze eens even bijhouden. Hallo, Lizzie. Hallo. Nu maak je kennis met Nitrous. Wie? Mijn naam is Nitrous. Wat een stomme naam. Water aan! Wow, ja, je moet ook niet beledigen. Ze pakt Lizzie meteen terug met een ijskoude douchestraal. Maar ik krijg het idee dat deze meid in ieder geval geen watervrees heeft. Hoe gaat ze dit doen? Redt ze de overkant? Nee. Nee, joh, ze doet het erom. We hebben naar beneden. Lizzie heeft het gehaald in 3 minuten 33. Lekker, Ben! En de beurt is nu aan Brad. Ik regel het wel. Bedoelt hij daarmee zijn bloedneus? Een bloedneus? Spoel eens terug. Hoe komt hij eraan? Oh, hij kreeg hier al de volle laag op de helling. En die Scab is echt goed op dreef vandaag. Volgens sommigen ging het hier mis, maar hierdoor kon hij alleen niet meer ruiken. Je gezicht, net als ik. Misschien kunnen we vrienden worden. Nee! Nee? Oh, ik mag jou ook niet. Volgens anderen ging het hier mis, maar hierdoor kon hij alleen tijdelijk niks meer zien.
Uiteindelijk bleken het de waterschildpadden te zijn. Ja, die hebben in zijn neus gebeten. Maar het gaat oké met Brad en hij is veilig aan douchen. Dit kasteel wordt van mij! Op de helling komen we Batman-fan...